Goedemorgen, Mozaïek 0318. Het is zondag 11 oktober en we zijn er weer om je alles te vertellen wat je de komende tijd kunt verwachten bij Mozaïek 0318. Terwijl we dat doen, gaat de collecte rond en zoals je net al gehoord hebt, gaat de opbrengst daarvan naar ons nieuwe pand, At Home. Bij Mozaïek 0318 vinden we het belangrijk dat we elkaar beter en vooral echt leren kennen. Ook al lijken onze wekelijkse samenkomsten soms één grote mensenmassa. En daarom werken we met kleine persoonlijke groepjes en die noemen we Love to Meet. Omdat we elkaar graag willen leren kennen. Er zijn groepen voor mannen, vrouwen, gemengde groepen, groepen voor getrouwde mensen en ga zo maar door. En het mooie is dat je zelf mag bepalen bij welke groep jij het beste past. Dus als je elkaar beter wilt leren kennen en samen dichter naar God wilt groeien, moet Love to Meet You. Bij de informatiebalie vind je meer informatie. En je kunt natuurlijk ook altijd eventjes kijken op onze website. mozaïek0318.nl/love-to-meet. Kerst. En dat betekent dat er alweer druk gewerkt wordt aan de voorbereidingen van de kerstnachtdienst en dienst op kerstochtend. En daarvoor zoeken we violisten en cellisten die het leuk vinden om mee te doen en die misschien net even iets meer ervaring hebben dan ik. Dus heb jij ruime ervaring op de viool of de cello? Kom dan auditie doen en stuur een mail naar bands@mozaïek0318.nl. Dan ga ik nog even doen wat ik. Dan onze agenda. Zoals iedere dinsdagavond om 8 uur de avond van gebed. Volgende week is er weer een opdraagdienst, dus het belooft druk te worden. Op 22 oktober is er weer een Women Inc. avond. En dit keer duiken we in het leven van Eva om te ontdekken wat we van haar kunnen leren. Aanmelden kan via de Facebookpagina van Women Inc. of bij de informatiebalie in de hal. Wat ons betreft was dit het weer. En mocht je nou meer willen weten, de agenda even willen checken of de dienst willen terugkijken, dat kan via de website of via Facebook, Instagram en Twitter. Zoals iedere week vind je de preek weer terug op ons YouTube-kanaal. Dan wensen wij je nu een hele fijne dienst en we zien je graag volgende week.